Vandaag wil ik het bij de Silhouette Vrijdag video hebben over het kalibreren. Kalibreren is iets wat ik zie dat heel veel mensen elkaar als advies geven als ze ergens een probleem hebben met het snijden met de silhouet. Maar kalibreren werkt eigenlijk maar voor twee dingen. En voor alle andere problemen zijn er andere oplossingen. Dus daarom leek het me goed om vandaag eens op dat kalibreren in te gaan, hoe het precies werkt en waarvoor je het gebruikt. En ook even in te gaan op een aantal andere vragen die wij veel krijgen als de machine niet snijdt zoals je het zou willen. Het kalibreren kan je vinden onder bestand en dan kalibreren. En dan opent er een nieuw tabblad hier onderaan waarop je de kalibratiepagina krijgt. Ik heb nu de instellingen staan voor een Silhouette Cameo. Dus vandaar dat je de grotere mat ziet. Als je een Silhouette Portret of een Silhouette SD of een originele Silhouette hebt, dan zul je het vel precies op je mat zien. Zoals je hier aan de zijkant ziet, bestaat dit kalibreren uit twee onderdelen. De eerste is de kalibratie zelf en de tweede is de afstand bijstellen. En voor die kalibratie zelf, dat gebruik je als je gaat printen en snijden en merkt dat er eigenlijk net iets naast je geprinte voorbeeld gesneden wordt. Dat moet dan op alle plekken evenveel zijn, want anders dan is er een ander probleem. Maar stel dat die op alle plekken gewoon 2 mm of 3 mm te ver naar links of naar rechts zit, dan gebruik je het kalibratieproces met de kruisen hier op het scherm. De afstand bijstellen, dat doe je als vierkanten niet helemaal goed vierkant zijn, of rondjes niet helemaal goed rond. Dus als de verhoudingen van dat wat je gesneden hebt niet kloppen. Ik zal eerst even uitleggen hoe die kalibratie met die kruisen werkt. Wat je moet doen voordat je dat kan doen, is deze pagina printen. Daarvoor klik je op de knop hierboven en dan krijg je gewoon het lijstje met je printerinstellingen. En die druk je dan dus af. Als je dat gedaan hebt, dan wordt niet alles wat je hier op dit beeldscherm ziet geprint. Die groene vakjes die worden niet geprint. En die groene vakjes zijn eigenlijk alleen voor jezelf zometeen om je machine bij te stellen. Maar je krijgt dus alleen de kruisen. Deze pijlen, die lichtgrijze pijlen, worden ook niet geprint. Je krijgt alleen een B en een A op je papier te staan. En een 1 en een 2. Als je de pagina geprint hebt, dan kan je beginnen met het kalibreren. Waar je dan op moet letten, is dat je het vel op de map plakt, precies zoals je het hier zit. Dus let daarbij op de pijl. Want dat maakt het bijstellen straks makkelijker. Omdat je dan beter begrijpt hoe je de pagina precies moet houden. Je plakt je vel dus op de mat zoals je hier ziet en je voert je mat in de machine. Vervolgens gebruik je deze pijltjes om je mesje te verzetten, zodat die ongeveer boven zo'n groen blok staat. Daarom zie je die groene blokken hier. En dat werkt niet door gewoon te klikken. Je zult hem echt een tijdje ingedrukt moeten houden voordat hij reageert. Je kunt, als je een Silhouette SD of een Silhouette Cameo hebt, dat ook doen met de pijlen die op de machine zelf zitten. Maar bij de andere machines zul je sowieso deze knoppen moeten gebruiken, omdat daar geen pijlen op de machine zelf zitten. Je verplaatst hiermee dus je mesje tot die boven zo'n groen vakje staat. Als je mesje goed staat, kun je vervolgens klikken op kalibreren. En dan zal de machine de kruisen gaan lezen. En dan moet die precies midden door die kruisen gaan snijden. Als de machine dit gesneden heeft, dan haal je de mat weer uit je machine
En dan ga je bekijken of er precies midden door dat kruis gesneden is. Als er precies midden door het kruis gesneden is, dan is je machine prima gekalibreerd met deze computer. En dan hoef je niks bij te stellen. Als je merkt dat hij iets meer naar de zijkant of zelfs naast de streep staat, dan zul je hier aan de zijkant van je scherm bijstellingen moeten maken. Je kunt namelijk vervolgens deze driehoekjes verplaatsen naar de kant waar je merkt dat de machine snijdt. En daarvoor let je dus ook weer op dat groene blok. Dus daarom moet je je papier net zo houden zoals je hier in je beeldscherm ziet, zodat je kan zien welke kant van het kruis welke kant bijgesteld moet worden. Als je hem zo bijgesteld hebt zoals je denkt dat het moet zijn, en dan moet ik even bijzeggen, zoals deze nu staat, staat hij op min 0,2 mm. Dus dit is pas een millimeter. Dus het zijn echt kleine stukjes. Maar als je hem zo aangepast hebt dat je denkt dat het goed is, dan stop je je mat weer in de machine. En dan zet je je mesje boven het volgende kruis en dan laat je hem opnieuw snijden. En dan controleer je of het dan wel precies in het midden is. En eigenlijk doe je dat dus net zo lang, want je haalt hem er weer uit. En dan kijk je of hij goed gesneden is. En als dat nog niet zo is, stop je hem er weer in. Naar het volgende kruis, net zo lang tot hij wel precies in het midden is. Bij sommige mensen is het dus na twee kruisen al klaar. Bij sommige mensen hebben alle achterkruisen nodig. Dat is altijd een beetje een kwestie van aanvoelen hoe ver je de driehoekjes hier moet verplaatsen. Als het dan goed staat, dan laat je dit gewoon staan en dan onthoudt de software dat vanzelf. Werk je nou vanaf meerdere computers, dan zul je dit voor elke computer opnieuw moeten doen. Want die calibratie, dat gaat over de communicatie tussen de computer en de machine. En daarom zul je het voor elke computer opnieuw moeten doen. Het tweede deel van dit scherm is de afstand bijstellen. En wat je daarvoor doet, is dan stop je de mat in de machine zoals je dat normaal ook doet. Je laat het mesje dus staan op het beginpunt. En dan klik je op snij de afstandsmeting testlijnen. Wat die machine dan doet, is hij snijdt hier een kort streepje en hij snijdt hier een kort streepje. En dat doet hij ook bij 1 en bij 2. Dan haal je de mat met het papier weer uit de machine. Dan pak je een liniaal en dan meet je de afstand tussen die twee lijntjes op. Die zou precies 20 centimeter moeten zijn, of 200 millimeter. Als dat niet het geval is, dan kun je hier met de driehoekjes aanpassingen maken naar hoe lang je hem gemeten hebt. Je ziet dat ook dit elke keer hele kleine stukjes zijn, tienden van millimeters. Zo precies wil de software dat weten om het ook heel precies aan te kunnen passen. Als je dat aangepast hebt, dan slaat de machine dat ook weer, of de software dat ook weer vanzelf op. En hoef je dat dus niet elke keer te doen. Zoals ik al aangaf, is dit kalibreren met name voor problemen bij het niet precies snijden bij het printen en snijden. Daarvoor gebruik je dat deel met die kruisen. En als je figuren hebt die niet helemaal in verhouding zijn. Dus als een rondje niet helemaal rond is, maar ovaal. Of als een vierkant eerder een rechthoek is dan echt een vierkant. In alle andere gevallen, als de machine bijvoorbeeld niet op de juiste plek snijdt, dan heeft dat niks met deze kalibratie te maken. De kalibratie kan je trouwens afsluiten door hier het scherm aan de zijkant weg te klikken en dan verdwijnt ook vanzelf het andere scherm. Als je dus problemen hebt dat je machine niet op de juiste plek snijdt, dan komt dat meestal ergens anders door. Als je merkt dat de machine halverwege een snijbestand anders gaat snijden, dan komt dat meestal doordat of de mat niet goed in de machine zit, waardoor die kan bewegen in de machine. De mat moet altijd door twee wieltjes vastgehouden worden. Dus zou je bijvoorbeeld in de Cameo een kleinere mat gebruiken, zorg dan dat je je wieltjes bijstelt. Gebruik je een snijmat, zorg dan dat de wieltjes altijd precies aan de zijkant van de snijmat lopen. En doe je mat dus op zo'n manier in je machine dat die ook door allebei de wieltjes gegrepen wordt. Het kan ook zijn dat je papier niet goed op de mat zit, waardoor het papier losgeraakt is en is gaan bewegen tijdens het snijden. Ook dan zul je een snijresultaat krijgen waarvan de vorm niet helemaal zal kloppen.
Als de machine boven je papier op de mat begint te snijden, dan hebben de instellingen bij het invoeren verkeerd gestaan. Je kan bij de Silhouette Cameo en Silhouette SD op het display op de machine instellen hoe de invoerinstellingen zijn. En die moet dan staan op Load Cutting Mat bij de Silhouette Cameo of Load With Carrier bij de Silhouette SD. En bij de portret heb je twee verschillende knoppen om in te voeren. En daarbij zal je de knop moeten gebruiken met het raster erop als je een materiaal met de mat invoert. Ik laat dit zo ook nog heel even zien, zodat je precies ziet hoe je dat bij kan stellen. Maar dit is een van de vragen die wij het meeste krijgen. Help, mijn machine begint boven mijn papier te snijden en wat moet ik doen? En dan zul je dus moeten kijken naar de instellingen op de machine zelf. Bij de originele silhouet zul je zelf het papier in moeten laden. Die draai je erin net zo ver dat de bovenrand van je materiaal gelijk zit met de bovenrand van de zwarte rand in de machine. Dan zit hij er op de juiste plek in. Als laatste zou je een snijprobleem kunnen krijgen omdat het papier niet op de mat zit zoals je op je beeldscherm zit. Dus als je bijvoorbeeld A4 papier gebruikt op een grotere mat, dan zul je erop moeten letten of dat staand of liggend moet. Want heb je hem liggend of heb je het liggend erop geplaatst waardoor hier afbeeldingen staan, maar zit het papier staand op het papier, dan zal er dus naast je papier gesneden worden. En je moet er ook op letten dat je het juiste formaat hebt ingesteld. Op het moment dat je A4 papier wil snijden, maar je hebt A5 ingesteld, zal de machine niet snijden buiten de afkadering van dat A5. Dat is een beveiliging, zodat je niet per ongeluk je mat stuk snijdt. Maar op het moment dat je dus grotere materialen wil snijden en je hebt een kleiner formaat ingesteld, dan zul je dus het probleem hebben dat niet alles gesneden wordt. Let er dus altijd op dat je het juiste formaat instelt wat je wil gaan snijden en dat het op de juiste manier op je mat geplakt zit.